Wat hoor ik in de tuin? Deze vrolijke mussen eten zaden en granen. Ze blijven graag bij elkaar in een grote groep. Zo'n groep heet een zwerm. Een eekhoorn verstopt het eten zodat hij in de winter ook iets heeft. Eekhoorns maken veel verschillende geluiden om met elkaar te praten. Veel mensen hebben een grasveld in hun tuin. Met een grasmaaier zorg je dat het gras niet te lang wordt in de lente en zomer. Deze bijen wonen samen in een bijenkast met een bijenkoningin. Bijen verzamelen nectar en bloemen en maken er honing van. Krekels gebruiken hun kleine vleugeltjes om een hard chirpend geluid te maken. Hun krekelzang hoor je vooral op warme avonden. Een uil slaapt overdag en is wakker in de nacht. Hij gebruikt zijn grote ogen om kleine dieren te zoeken die hij kan vangen en opeten. Deze muggen houden van warme plekjes en stilstaand water. Hun vleugeltjes maken een hoogzoemend geluid als ze vliegen. Een kikker vangt insecten met zijn lange, plakkerige tong. Als er gevaar is, kan hij snel wegspringen met zijn sterke achterpoten. Een windorgel maakt gezellige geluiden in de wind. Windorgels kunnen van allerlei materialen zijn gemaakt, zoals hout of metaal. Als je de koekoek hoort roepen, is het lente. Een koekoek legt stiekem eieren in de nesten van andere vogels. En zo zorgen die andere vogels voor koekoekskindjes, zonder dat ze het weten.